De directeur sport van het ministerie van Sport en Jeugdzaken, Luciano Mentewicromo, heeft zijn functie neergelegd. Dit verneemt onze nieuwsdienst van bronnen dicht bij het ministerie. De directeur sport heeft naar wij vernemen vanmiddag afscheid genomen van de directie en het personeel. De reden voor het bedanken van Mentewicromo is volgens de bron dat hij niet overweg kan met de stijl van leiding geven van minister Joan de Goyo. Mentewicromo heeft naar wij vernemen aangegeven al 11 jaar werkervaring te hebben in de functies onderdirecteur en directeur en voor het eerst zoveel meningsverschillen te hebben gehad met een minister. Mentewicromo is op 7 april 2014 benoemd als directeur sportzaken. Hij trad in de plaats van Michael Watson, die door de toenmalige minister thuis werd gezet. Daarvoor was Mentewicromo onderdirecteur op het ACI. Het is onze nieuwsdienst niet gelukt een reactie te krijgen van Mentewicromo en minister De Goyo.